Met mij op de bühne, Roberto Jacketti in de Scooters! Voor we ook maar iets vragen, hoe is het met je Russisch? Want we hebben het wel nodig vanavond. Ja, ik zal proberen om het vanavond op te halen. Zeg even een smerig woord in het Russisch, kan al even tussendoor. Nou, ik denk dat onze Russische collega's het niet zo prettig vinden. Goeie is het toch? Goeie? Juist, daar gaan we. Hey, heel lang geleden waren jullie hier volgens mij. Wat hebben jullie in de tussentijd gedaan? Goeie vraag. Ik heb afgewacht of ik in dienst moest of niet. Ik heb een jaar uitstel gekregen. En nu staan we er weer. En na dit jaar? Nog heel veel jaren. Maar ik bedoel, moet je in dienst uiteindelijk? Of, ja, ik moet nog elk jaar moet ik gewoon uitstel aanvragen. En je denkt dat het redelijk lang zal lukken? Ik hoop het wel, ja. Ik hoop het ook voor je. Jongen. Je helpt me zo meteen met de top 10, hè, als je wil. Even in het Russisch met Stas Namin. Ah, dat lukt wel, joh. Хорошо. Oh, ja, dat bedoel ik. Gooi. In Countdown, Roberto Jacketti in de Scooters! Arrivederci! Once upon a time I took a little trip to Rome. I went to spend my summer there because I felt at home. Everyone I met was gentle, everyone was nice. Sun was burning in my head, I didn't need advice. Singing, I was swinging, I was dancing in the street. Everyone was talking with that Italian beat. Though I didn't understand a word of what they said, I could always answer with words that I once read. Arrivederci, non capisco. Arrivederci, non capisco. Then I met this girl, she was sitting in a bar, drinking cappuccino. She said, "Tipa di ballare." All that I could say was, "Si ti amo, mi amor." Then she hit me in the face and walked out of the door. Arrivederci, non capisco. No, capisco. Arrivederci, non capisco. I'd like to learn Italian, cinque mila, si signor. I know it isn't easy for a stranger in the land, when your only answer is, I don't understand. Arrivederci, non capisco. Non capisco. Arrivederci, non capisco. Roberto Jacketti in de Scooters hier op de Countdown-bühne met een nieuwe single die heet Arrivederci. En zoals beloofd, helemaal vanuit de Sovjet-Unie, vanavond in de Countdown-studio, Stas Namin. Stas, welkom in de Countdown.